voelt het geweldig om weer terug te zijn om video's te maken voor jullie. Maar we gaan snel de champ pakken. We pakken Katarina, we lokken in en ik zie jullie in de game. Zo jongens, wij zitten in de game. Wij gaan van start met... Shield, Pot, Bart, Pak. En we gaan terug op. Dit is een gloednieuwe serie. En dit is een serie, dat zien jullie al aan de titel, Road to Level 7. En het is niet alleen met deze champion. Nee, het zijn nog met meerdere champions. Zoals Jax, Ahri, Fiora. Denk ik ook nog. Er zijn nog genoeg champions waar ik het mee wil doen. Maar we gaan gewoon van start met deze game. En we gaan hem gewoon afmaken. En we, ja, we zien wel. Oh, daar heeft hij een hele leuke hit op mij. Dit is al de zoveelste Ezreal die ik in de midlane heb gehad. Dat is dus best wel, vervelend eigenlijk. Want iedere keer als ik tegen een Ezreal heb gezeten, won die zijn lane best wel behoorlijk hard. Maar wij hebben een mooie level 7 Fiora in de toplane. Dus ik verwacht dat deze game gewoon super spicy gaat worden. Wanneer die nou niet zijn Q's met... Echt. Ezreal. Donder een eind op. Oké. Nee. Daar is zijn level 3. Daar is mijn level 3. Ik moet die cannon hebben. Ik heb hem. Oh, yes. Ja, er is een vloek over me heen gesproken. Ik mis meestal cannons. Dus is belangrijk dat ik ze heb. Oké, daar heb je hem niet gehit. Oh, verdomme. Nee. Ik mis zoveel minions. Daar heeft hij free hit. Ik probeer daar weg te gaan. Zo. Wave gekleerd. Nou, level de Q. Wart daar. Oké. Pittig. We zitten close in CS, maar hij zit beter omdat hij een AC is. Oh. Daar gaan we al. Fiora met haar 99 MS. Feels. Batman. Oh. Wij proberen ook gewoon early te roamen. Gaat het wel. Dus we zullen wel zien hoe deze game gaat. Ik probeer deze serie. Ik denk iedere keer als ik haar speel, het zal niet altijd een live commentary zijn en het zal misschien ook hier en daar een commentary erover zijn. Een beetje een game commentary hoe ik die game gespeeld heb. Oh nee. Dat laat ik jou niet doen. Echt niet. Je mag alles doen naar Ezreal, maar dat niet. Het enige wat je mag doen is sterven. Nou, we poken hem gewoon. Dat is het beste wat we kunnen doen op dit moment. Hij loopt warm voor, maar dat was al te verwachten. Dat laten we ook niet toe. En onze jungler is ook alweer gestorven. Wat een great game. Geen probleem. Cannon! Dat heeft niemand gezien. Ik denk dat ik gewoon even ga backen. En dan gaan we gewoon even spulletjes kopen. En ons beeld gaat als volgt zijn. Dit, we gaan dit pakken. We gaan dus één pot pakken. Maar wij gaan gewoon hem proberen te killen. Hij heeft wel barrier. Dat is wel waar we voor moeten gaan uitkijken.
Maar het gaat wel goed komen, hoor. Oké, deze cannon moet ik niet missen. Ik herhaal, deze cannon moet ik... Ik heb hem. Hij gaat warden, dat is zijn fout. Hij gaat flashen. Dat is op een gegeven moment een hele botlane squad. Die vorm kan ik niet krijgen. Dat is een Olaf. Een Olaf die me komt diven met een Jace. Dus het doel van deze game, een fast finish. Gaat dit werken? Dat is juist net de vraag. Ik wacht Ezreal hier gewoon af. Kom maar Ezreal. Tuurlijk. Ja, ik zal wel sterven, denk ik. Ja, ik wist het. Maar ik moest die kill gewoon hebben. Dat moest gewoon. En dan kunnen jullie wel zeggen zo, ja, greedy, nee. Er stond gewoon zo op zijn hoofd zo van, kill me, weet je dat? Dus dan doe ik dat gewoon. En als ik dan gewoon een viking, die mij gewoon kapot ramt, ja, dat maakt mij ook niet zoveel uit. Nee. Maar kom op, focus. Deze serie gaat alleen maar om level 7 worden. Op deze manier wordt het hem niet. Dus niet, eigenlijk. Ik zou beter deze serie gewoon noemen. Gewoon funny moments of weet ik niet wat allemaal. Nee, weet je, funny moments is ook gewoon sowieso zo basic, weet je dat? Maar... Jullie snappen mijn idee wel. Ik zal wel even hier helpen. Oh nee, dat is niet meer nodig. Het hele team sterft. Het hele team is gestorven. Sorry jongens. Sorry. My bad. Wij boeken hem heel snel... Weg hier. Is Ezreal er nog? Ezreal overextend zo hard. Ja, dat had ik al van jou verwacht, Jace. Ik weet niet waar de rest is. Maar ik voel het aan mijn water dat wij dit wel kunnen winnen. Gewoon een tower. Er is nog hoop. Als ik niet sterf nog. Nou. Pakken de tower. En dan gaan we nu backen. Oké, Jace topside. Ik rotate topside. Kom eraan. Blijf leven. Oh nee. Save me. Die man is gewoon zo snel. Ik kan niks doen. Ja. Oh, ja. Hij is kill. En sterf. Oké. Dan gaan we bot side even komen. Oh nee.
Oh nee. Abort mission. Boy. Dat was echt... Oh, dat was spicy. I like it. Ezreal, kom hier. No. Ook al gaat het slecht, we gaan niet surrenderen. Dat doen wij niet aan. Oh, hey Jace. Hoe is het ermee? Oh, ja. Abort bij gaan. Nou, kom. Wij gaan Olaf hunten. Let's go hunt. Oh. Hey. Hey. Hey, dankjewel. Ja, pak hem. Hoppakee. Heeft iemand magic resist? Niemand heeft magic resist. Althans, Olaf heeft dat. Maar och. Daar geef ik helemaal geen reet om. Doei, Jace. Dat is funny. Kijk, ze worden gewoon straight gedelete. Nou, kijk, Olaf. Nu ben jij aan de beurt. Zo, kijk, hoppakee, dat is ook opgelost. I dare you, you go for that. Oh, het volledige team. Oh, geweldig. Dat zag er echt zo grappig uit. Dat zag er echt grappig uit. Okay, nu kunnen we gaan. Wat kan Poppy doen? Poppy kan niks. Oké. We moeten niet te overextended zijn hier. We gaan gewoon back in. We kopen onze devcap. Wij gaan botside. We kleren botside helemaal. Als we botside gekleerd hebben, dan gaan wij voor... Ja. Dan gaan we nog voor wat meer heals zoeken. Althans Cloud, dat we Cloud gewoon even kunnen hebben. Ja, go for it. Olaf in de rug, maakt niet uit. Maakt wel uit. Ik kan je daar niet helpen, vriend. Ik kan je er echt niet helpen. Ik heb niks.
Ik heb geen gap close. Ik kan niks. Kom weg. Ik heb de damage niet. Nou ja, ik heb de damage wel, maar ik heb de abilities niet. Oké. Dat kunnen we ook op die manier doen. Safe. Nice. Kom back in. Moet niet te overextended zijn. We got this, boys. We got this. Push him. Dat is Olaf. Gaan we er niet voor? Gaan we gewoon voor mid push. Kijk, als het voor mid push gaat, dat is ook goed. We benutten gewoon Baron, we midpushen gewoon. Wij benutten die push. Kom weg hier nu, kom weg. Gewoon uit die ult lopen. En dan re-engage wanneer we dat kunnen. Overextend een klein beetje. Het wordt gepusht. Topside. Dit is goed. Goed zo. Dat is mooi. Ja. Gewoon een beetje rustig aan gaan spelen en dan krijgen we hem wel. Sowieso die komen hier, die willen Drake, die willen sowieso Elder hebben. Dus die hebben nu wel pit gewaard, denk ik. Ik wil eigenlijk gaan checken. Is een Jace maar. Ik heb geen ward. Dank je. Olaf. Oké, gewoon save hier. Gewoon weggaan. Goed zo. Moet je ulten. Oké, dat wordt gepusht. Ze gaan oftewel zeggen ze van, goh, wij contesten botside. Jhin gaat topside contesten, dat is niet het slimste idee.
Matt is weg, Matt is weg. Dus kijk uit. Dan zet ik mij gewoon weer hier op Matt neen. Ik kan mezelf al redden. Lukt wel. Dit is een EDC, dus ik probeer even gewoon bij die EDC te blijven. Die weten dat ik topside kom. Dat ik sowieso topside ben. Ik moet me gewoon even niet gaan showen. Sowieso Olaf is hier. Ja. We gaan gewoon topset doorpushen. Die moeten sowieso deze twee man contesten. Sowieso die fast push die we hebben, kunnen ze niet volhouden. Oké. Dat disengage wij gewoon. Dat is niet het slimste idee wat je gedaan hebt. Oh, verdomme. Maakt niet uit. We hebben hem. We hebben ze. Daar gaat het om. Het is, ik kan in deze scenario kan ik ook gewoon voor Sonja's gaan. Als die fighten verbergen, dan moeten wij ook gaan. Zoals nu. Olaf kleert. Olaf gaat voor. Ik ben hier alleen. We kunnen dit niet. Wij kunnen dit niet fighten. Olaf krijgt Baron. Gewoon doorpushen nu. Gewoon doorgaan. Hier, boom, klaar. Gewoon met nu. Maakt niet uit, sidewaves, maakt niet uit. Wij pushen dit. We hebben één tower. Wie is hier? Wie kan tanken? Wie kan tanken? We hebben die damage wel. We hebben zeker die damage. Ik tank wel. Kijk, zo doe je dat. GG boys. GG boys. Woe. Wat leek op een game waar we van dachten zo van, vraagteken, is toch uiteindelijk een win geworden. Ik ben er zeer en zeer tevreden mee. Ik geef mijn boy Warwick de 100. En kijk, hoppakee, hier, boys. Dit betekent dat wij dus met de volgende champ gaan bezig zijn. Wat ik al in het begin van de game had gezegd. Na deze, wanneer ik deze 7 had, kwamen nog andere champions erachteraan. En dat zijn Jax, Ezreal, Miss Fortune en Ahri. Dus in de volgende game, Road to Level 7, gaan jullie misschien een andere champion zien. Het is even een side note. Sommige champions die ik hier op de lijst heb staan zijn 5 of nog 4. Maar het is gewoon Road to 7. Het is in het algemeen. Als ik gewoon zin heb om die champions te spelen, ik speel ze gewoon. En dan probeer ik gewoon steeds zo te ranken. En gewoon onthouden dat het Road to Level 7 is. Ik vond het geweldig om weer even een video voor jullie op te nemen. Vonden jullie deze video leuk?
Laat het weten. Laat vooral weten met dingen die beter kunnen. Of wil je zeggen ze van, goh, ik wil eens even eens een keer een gamepje met jou samen spelen. Mag dat ook. Laat gewoon jouw naam onder in de reacties achter. Of gewoon stuur mij een invite. Of gewoon stuur mij een verzoek. Want de naam, die zie je toch in beeld staan. En dan wens ik jullie nog een hele fijne dag nog. En tot de volgende keer. Later mensen.